Na de 3 oktober sneakers, truien en andere gekke kledingstukken komt nu het Leidenzonset overhemd. Het idee is bedacht door de Leidse ondernemer Bas de Wit en Rob Schalker van A Fish Named Fred. Het overhemd wordt speciaal gemaakt voor 450 jaar Leidenzonset. Nou, we kwamen uh, Rob, de eigenaar van A Fish Named Fred, twee weken geleden tegen op de beurs. En uh, Rob komt uit Leiden, dus dan heb je het altijd even over je stad. En kregen we het ook over 3 oktober. En uh, ja, toen kwam het, uh, het verhaal al snel van, uh, moeten we geen uh, 3 oktober shirt maken? En uh, ja, 450 jaar uh, uh, ja, het, het hele Leidens ontzet verhaal. Uh, ja, binnen nou, nog geen twee uur lagen de eerste ontwerpen al in mijn app. En dat is uh, ja, geëindigd uh, als uh, dit ontwerp, de sleutels. En uh, het rood en het wit zit erin, dus ja, hij is wel echt uh, lekker compleet. Het overhemd met de Leidse uitstraling werd niet ontworpen in Leiden, maar in Leiden. Mijn bedrijf zit in Leiden. Dus er wordt nog wel eens door elkaar gehaald: Leiden en Leiden. Maar Leiden is met een lange i en een n erachteraan. En uh, ja, het is bij Schiphol in de buurt. Toch heeft het bedrijf echte Leidse roots. Ja, ik ben geboren in Leiden. In, uh, in de Magdalene Moonstraat bij, bij de Heerstraat. En uh, dus ik, ja, ik, daar kom ik vandaan. En uh, ja, dat is, dat is nog steeds voor mij een, 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 een mooie plek om heen te gaan. Het overhemd blijkt al vanaf dag 1 populair. Ja, ongelooflijk. De mailbox stroomt vol, de bestellingen lopen binnen via social media, appjes in de winkel. Mensen reageren super enthousiast, maar het is ook een waanzinnig shirt geworden. Uiteindelijk zullen er zo'n 400 overhemden gemaakt worden.